shit. Ready or not. Hi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik sta op punt om te vertrekken naar Beach Tilburg in het spoorpark. En daar wacht mij een leuke training van beachvolleybal. Ik ben door Birgit uitgenodigd en zij staat mij daar op te wachten. Dus ik stap zo op mijn fiets die kant op. Dat ik zand tussen mijn tenen ga krijgen, dat is een feit. Maar waar nog meer? We gaan het zien. Beachvolleybal is een heel leuke sport. En die is vooral leuk omdat je allround moet zijn. Je moet dus alles kunnen. Je moet kunnen passen, je moet kunnen aanvallen, je moet een setupje kunnen geven, je moet kunnen verdedigen. Je hebt spelinzicht nodig, dus het is een heel gecompliceerd en leuk spelletje. Het is technisch moeilijk, dus waar we vooral op trainen is op techniek. En dat komt vooral omdat de dames al over ontzettend veel conditie beschikken. Dus daar hoeven we niet zo heel veel op te trainen. Op jou. Er zijn vaak mensen die in de zaal volleyballen. Het zaalseizoen loopt van einde zomer tot begin zomer. Dus je ziet heel veel mensen in de zomer komen beach volleyballen die in de winter in de zaal spelen. Maar los daarvan is dat een hele leuke sport voor mensen die aanvullend aan hun andere sport iets leuks willen komen doen. Je ziet bijvoorbeeld dat er veel voetballers komen beach volleyballen. Veel mensen die het toevallig zien omdat ze in het spoorpark zijn. Dus het is gewoon leuk. Het is voor jong en oud, voor iedereen. Met je vingers heel erg gaat spreiden, zet je meteen je pols vast. En dan kun je een goede mop geven. Dat is goed. Deze arm is gebogen. Wat je wilt is dat je hem gestrijkt pakt. Ja? Hoppakee, dat is netjes. Keurig. Dat wel hoppakee zeggen, hè? Dat heb ik. En, zie je? We beginnen je bal boven. Goed gevangen, goed gevangen. Ja! Aanwijzing van de trainer en ze kan het meteen. Hé, Wies, wat vind je ervan tot nu toe? Zwaar, wat doe ik dan? Ik doe het niet. Oh. Daar zit ook nog wat. Zeker als je dingen ziet. Wat doe je, Wies? Gratis scrub. Dus wil niet zeggen dat je goed is op dat spel, want er zijn wel goede basis. Hoppakee. Hé, dat mag je. Wies, wat doe je? Geen idee, ik vind het zo te wel zijn. Wat vond je ervan? Leuk, ik heb veel geleerd in één training eigenlijk. Dus. Wat maakt dat het zo pittig was? Nou ja, het zand is natuurlijk niet mee. Een instabiele ondergrond. Het is best warm. In plaats van één kaart precies ontspannen. Wij zijn niet op het zaal. Is dat? Ja, het zijn gewoon met veel
tikken, zetten. Maakt niet uit, aanvallen. En dat maakt het juist zo leuk. En duiken vond ik leuk. Ja? Doe nog eens dan. Ja? Doe nog eens, duik. Hoe moet het ook alweer?